heel bekend worden, echt waar. En ik blijf rappen omdat ik het leuk vind. Maar het zou me nog leuker lijken als ik gewoon dat iedereen me herkent. Lijkt me wel leuk. Hij is heel goed, echt. Ja, hij is goed. Hij is zo klein, zo jong nog, maar hij heeft al zo'n voorsprong op anderen. Dus als hij even oud is als ik, en over 12 jaar, nou, dat wil je niet weten. Ik vind het knap. Yo, ik ben een man, je maakt geen schijven kans. Pas maar op, ik kom eraan, ik zet je aan de kant. Met een bom en jij bent nep, jij fake en ik ben echt. En Jorik is de naam, ik kill, ik heb de teksten weg. Ik wil niet kinderachtig overkomen en toch, ik ben wel 12. Ik wil stoer overkomen, weet je. Jorik heeft vanaf vandaag een platencontract bij hetzelfde bedrijf als Lange Frans en Baas B. En Jorik wordt een beetje door de twee rappers geholpen. Een beetje, want zijn teksten bijvoorbeeld, die schrijft hij helemaal zelf. Ik heb altijd, maar altijd ligt mijn schrijfblok op mijn bureau. En dan kijk ik gewoon en dan denk ik van ja, ga ik een beetje zinnen bedenken en zo. Wat rijmt. Ik vind het niet zo, ik vind je niet echt een echte rapper als je niet je teksten zelf schrijft. Dus dat doe ik ook zelf. Ik wil mensen ook iets vertellen met rappen, weet je. En wat dan? Dat je niet alleen... Want ik ben een beetje, ben best wel klein, weet je. En ook als je klein bent, dat je dan gewoon nog vet kan rappen, weet je. Blijf ja zijn teksten zelf. En rappen kan ik wel. Mij vind je tof, maar jouw muziek dat is een hel. En ik zie voor jonge rappers, maar grap, ik ben de beste. Heb je het geleerd van lange kiel, ik ga je dit vertellen. Vanaf zijn 7e is Jorik al bezig met rappen. Veel luisteren naar andere rappers, zelf teksten schrijven en rappen met vrienden. En toen, op een dag, toen was ik 10 of zo, ja, 10. En toen ontmoette ik Baas B, Bart. De eerste keer dat ik hem tegenkwam was toevallig op straat. Toen riep hij mijn naam en ik zei, hey, what up? En toen begon hij te rappen. En toen dacht ik, oké. Dus meteen zijn nummer gevraagd en... En toen begon het. Hij kan sowieso al meer dan dat ik op zijn leeftijd ooit heb gekund. Dus wat dat betreft is hij echt een gevaar. Rappen is mijn leven, kom ga me nou niet in z'n chap, ik haal je naar beneden. Het klinkt vervelend, maar ik weet dat het echt zo is. Ik heb geen capsules, maar kill, ik vind mijn kut shit. Jorik, dat is mijn naam. Een kleine man die hem spit als een gek.